is ervoor om de tweede kerstdag daaraan te geven. 18 december van het vorig jaar. De Democraten 66 congresseerden in de RAI in Amsterdam. We waren ongerust. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen, maar we wisten niet hoe. Het initiatiefcomité D66 heeft vanmorgen besloten om een partij op te richten die mee zal gaan doen aan de Kamerverkiezingen in het komende jaar. Laat ik beginnen met te zeggen, in de eerste plaats, de heer Terlouw, van zijn harte geluk gewenst. Het is een buitengewoon mooie overwinning. Daarvoor zijn uitgebracht 81 stemmen, daartegen 60, zodat de motie is aanvaard. Tegen het wetsvoorstel hebben 40 leden gestemd en daarvoor 104, zodat het is aangenomen. Jullie schreeuwen wel, maar nu weet ik nog niet hoeveel zetels we hebben. Het is gelukt. Ik ben Alexander Pechtold, ik ben 39 jaar. Ik ben altijd met een soort verbazing in de politiek, heb ik daarin gezeten. En die verbazing is mijn drijfkracht om dingen aan te pakken. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. Ik denk aan al die patiënten op de wachtlijst. En dat is waarom ik zo ontzettend blij ben dat we hier een meerderheid hebben gehaald. Democraten, het is gelukt. En Hans van Mierlo zou hebben gezegd, het is een krankzinnig avontuur. Alles wat we kunnen doen om de natuur te helpen voor zichzelf op te komen, dat moeten we doen. Vandaag beginnen. Wij staan in de traditie van politieke vernieuwers. Al sinds 1966 werken wij aan vooruitgang. In gemeenten, provincies en Europa. Op congressen, vanuit de Kamer en vaak in de regering. Dit doen we door samen te werken en door het voortouw te nemen. Omdat we geloven dat het beter is voor het land. Dat is niet altijd makkelijk, want op de troepen vooruitlopen kan nu eenmaal niet zonder tegenwicht. Ook nu zetten wij de stappen om vooruit te gaan. Voor een beter klimaat, voor het allerbeste onderwijs, goede zorg en voor een veilig en sterk Europa. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt en werkt aan de grote opgaven van deze tijd. En niet doet alsof we nog veel tijd hebben. Want dit is een land voor iedereen.